Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Het is echt een hele wind geweest van de nacht. Dat we niet weten. Het was echt heel veel wind. Dat is ik ken het wel allemaal. Ik heb vannacht nog van alles binnen gedaan, zodat het toch niet kon wegwaaien. In één keer kwam die wind op. Ik had totaal niet door dat ze vandaag alleen dat zou waaien. Maar blijkbaar wel. Nu valt het al redelijk mee eigenlijk, de wind. Het is al erg geweest, ik zei het, vannacht. Dus ik had alles binnen proberen te gooien. Zo snel mogelijk, het is nog altijd donker. Er valt niks aan te doen als het donker is. Zo. Voilà. Maar het valt nu nog wel reuze mee eigenlijk. Er is al wind, je voelt het wel hoor. Hoor je dat? Maar het valt wel reuze mee. Tegenwoordig als het regent, er is altijd wel wind bij. Ik ben dan blij dat die hekken aan de overkant blijven staan zijn eigenlijk met die wind. Want dat zou toch al goed zijn. En hier zijn mijn diortjes. Genieten van vrijheid eigenlijk, hè. Morgen ga ik om in corona spuit, dus dat gaat weer wat worden. Ik denk dat het leuk gaat worden, zo de corona spuit. Allee, niet dat het leuk is spuiten krijgen, maar ik vind het wel goed. Aan één kant dat je kan krijgen via het dagcentrum. Dus ben ik wel op zich wel blij om. Ik heb niet dat je dat kunnen filmen omdat het in het dagcentrum is. Als dat een gewoon ding is, dan kan je dat misschien wel filmen. Moet je kijken en moet vragen wat dat kan. Om te filmen, je krijgt dan zo'n brief met alles erop en eraan. Om het corona vaccin te krijgen. Dus waar stond er nu weer wat ik zei het was, want er stond er ook op, namelijk, ik vind dat wel, dus ik vind het wel goed eigenlijk aan één kant. En dan op 9 juni is de tweede en ik heb er heel veel mensen die daar ja, die daar heel veel vragen aan stellen. Waarom krijg je die nu al? Waarom moeten wij wachten? Ja. En dan zeg ik gewoon, ja, dat is zo geregeld met jouw dagcentrum. Dus, ik heb trouwens ook gisteren mij voorgesteld, ook op TikTok. Ik heb een filmpje gemaakt, ik ga het je even laten zien. Dus dit heb ik zo wat gedaan, ik zat er misschien in Erten. Om mijn eigen voor te stellen eigenlijk. Daar is heel veel op gereageerd eigenlijk. Goede kritiek, slechte kritiek. Vandaag ben ik er ook even van helemaal in elkaar gestuikt. Het ging gewoon niet meer. Het was zo een dag dat je alleen zo... Ik denk dat je echt denkt van nu. Dat is ook te maken, het is weer bijna moederdag en dan begin je te beseffen dat je er niet is. Het is allemaal zo'n beetje moeilijk allemaal. Vorig jaar stuurde ik mijn moederdag door naar mijn beste vriendin. Dit jaar hebben we dat op een andere manier gedaan, dat hebben jullie kunnen zien. Maar het is toch altijd heel moeilijk als dat thema te sprake komt. Het gaat nog wel een paar jaar gaat duren, denk ik.
Je begint dat te beseffen, ja, je bent helemaal, allee, ik ben niet helemaal alleen, ik heb heel veel mensen achter me staan. Maar als je thuis komt ook van school, of je bent gaan werken, of je hebt iets gedaan met Enzo, je bent toch altijd alleen om het te vertellen als je iets leuks meemaakt. Of je hebt dit of je hebt dat gedaan. Dus daar, dat punt. Ja, is toch niet altijd heel gemakkelijk. En ik geef het toe, het is niet heel gemakkelijk. Het is weer eens naar beneden gegaan. Maar we kunnen alleen maar terug omhoog gaan. Dus 12 mei heb ik een afspraak bij de dokter. De borstchirurg ding noemt dat ding. Om te kijken van ja, hoe gaan we dat doen. Ik heb misschien ook een afspraak voor de operatie en zo. Dus ik kijk er wel naar uit eigenlijk. Omdat je daar nu wel stappen naar voren zet. Het is wel positief, dat wordt ook allemaal trouwens gevlogd. Dus daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Ik kijk er wel naar uit eigenlijk, ook om het allemaal te kunnen vertellen tegen jullie, dat verhaal kunnen meepakken eigenlijk. Het heeft wel zijn voordeel dat mijn broer het er al wat uitstelt. Want dan kan ik ook, dan heb ik ook ruim tijd om dat allemaal in orde te brengen. En dan kan ik op zijn trouw echt een man zijn. Ik ben ook wel echt een man, bedoel die verkeerd, maar echt zonder die dingen. Zou dat toch wel tof zijn ook. Ik merk dat ook als je ergens live gaat of zo op TikTok ook. Vraag nog steeds, bent u een vrouw of een man? Dan denk je, dat een beetje mee te lachen. En ik vind het ook wel heel erg ook op dat vlak. Maar we moeten erdoor. En ik zeg, het haalt tot nu zo heel veel. Maar het is gewoon een beetje moeilijk allemaal. Het is allemaal een beetje veel. Dat op de kerst toch gekomen is. En ja, daardoor dat ik ook zoiets had van gisteren. Nee, ik had het eigenlijk zondag al gemaakt, maar iets te rap dat filmpje. Daarmee dat ik nu iets had van ja, we komen. Wij gaan het gewoon opnieuw doen. Dat is heel veel keer bekeken eigenlijk. Dat is heel veel bekeken eigenlijk al. En ik ben er wel trots op eigenlijk dat ik mijn eigen voorstel. Ik beschaam me ook niet om wat ik heb. En dat zal ook altijd zo zijn. Ik heb dat van thuis meegekregen van mijn mama. Want je hoeft je niet te schamen. Betaan. Mijn mama was ook niet beschaamd toen ze moest vertellen dat ze kanker had of dat ze kaal ging en dit en dat ging allemaal. Dus ik heb het eigenlijk wel eens rustig mee gehad. Eigenlijk gewoon vertel hoe het zit. En kijk hoe een mens daarmee omgaat. Je hebt mensen daar goed mee omgaan, je hebt mensen die slecht mee omgaan. Dat is in de echt. Allee, TikTok is ook wel wat. Maar in het echte leven ook zo als je vertelt tegen de mensen. Dus. Maar ik zeg het, het gaat niet zo goed. Ik ga wel vanavond gewoon live gaan, denk ik. Maar ik ga nu de Stijn bellen. Om eens te luisteren wat hij nog te vertellen heeft en zo van dingen allemaal. Dus mensen zijn ook wel een beetje ongerust. Maar en dan ga ik mijn eten ook nog in de ding zetten. Dus dat komt allemaal in. Kijk, hier is het dus heel bewolkt. Dat je kunt zien, heel bewolkt. En eigenlijk het grappigste is eigenlijk een heel verhaal. En daar is het niet. Zie je, daar heb je niet. En daar is het echt zo, komen er echt van die lelijke wolken af. Eigenlijk is dat wel grappig. Dus heel grappig eigenlijk. Hier zit dus onze muffin. Zodat je het goed kunt zien. Buiten te kijken. Ik vind dat wel leuk eigenlijk dat hij buiten aan het kijken is. Aan het genieten.